Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik de Fashion Chick collectie bespreken die we samen hebben ontworpen met Sascha Schoenen. En je hebt de collectie misschien al voorbij zien komen in de winkels van Sascha of online bij Fashion Chick. Of misschien heb je wel de lanceringsvideo gezien online. En ik heb ook al heel veel leuke outfit posts voorbij zien komen op Instagram met de schoenencollectie. Echt super cool om dat te zien hoe mensen hun stijl doortrekken met de schoen die wij ontworpen hebben. En zoals je misschien wel weet, elke Fashion Chick mag haar eigen schoen creëren. En we beginnen met de amandelaars, de roze glitterlaars. Yes, dankjewel. Het is een over-knee boot. Ja, ik hou van roze glitter, dus dat kon natuurlijk niet ontbreken in mijn schoen. Misschien denk je wel, wow, wat een heftige laars, die past eigenlijk nergens bij. Die trek ik maar één keer aan. Is dus niet waar. Ik heb hem al bij heel veel looks kunnen combineren. En voor vandaag heb ik een look bedacht in dezelfde kleurtonen van deze schoen. Dus tonsorton, maar dan wel met verschillende materialen. Het rokje die ik erbij heb bedacht is van corduroy met een paisley print erop. De top is van velvet met een diepe V-hals. En dan daarbij kan je nog bijvoorbeeld een roze metallic jasje doen om wat stoerder te maken. Ja, dan heb je een soort van kleurtonen in één look en dat maakt het heel erg classy. De volgende schoen is de amber. Yes, dat is deze. En die hebben we in twee varianten, in het zwart en in het wit. En het is een hele stoere laars. En daarom heb ik gekozen om de look wat vrouwelijker te maken. En het leuke aan deze look vind ik dat het rokje een keer een andere kleur heeft dan zwart lak. Namelijk lila, en dat maakt het heel gezellig. En de volgende schoen is amber nummer 2. De zwarte variant. Ik vind het juist leuk om dat contrast... Om een contrast in een look te benadrukken. Dus stoer versus vrouwelijk of juist heel lieflijk. Dus daarom heb ik gekozen om de twee trendkleuren rood en roze hiermee te combineren. De volgende schoen, die staat heel gezellig al de hele tijd naast me. Dat is de Merel. Velvet schoentje met mega cute strikje op de neus. Ja, zoals je weet, de pyjama trend is mega booming nu op dit moment. Iedereen wil eigenlijk uit zijn bed op de straat op. Maar ja, hoe maak je die look dan cool? Door middel van zo'n funky laarsje. En ik vind sowieso bij de pyjama trend dat een hak echt wel essentieel is. Daarom kies ik deze look bij deze schoen. De volgende schoen is de Wendy. Dat is de bikerboot. De stoerste schoen die ik ken. En ja, iedereen kent deze schoen natuurlijk wel. En wat ik al eerder had aangegeven is dat ik een contrast heel belangrijk vind in een look. En daarom heb ik gekozen voor een jurkje en een printjasje. En dat jurkje is al heel fel qua kleur en het jasje is heel intens. Maar daardoor steken de schoenen juist lekker af met je look. En de volgende schoen is de Josephine. Dat is deze. Zij heeft loafers ontworpen en ik ben echt totaal geen fan van loafers. Sorry Joos. Ik vond het toch wel een leuke uitdaging om dan hier een look bij te bedenken. Toen ik de loafers zag, dacht ik, oké, hoe ga ik dat doen? Toen dacht ik, oké, ik wil de look funky maken. Hoe maak je look funky? Door een mix van verschillende prints in je look te creëren. Dus ik heb daar een gezellige luipaardbroek bij gedaan en een trui met een quote. En door al die gemixte stijlen en prints maak je toch nog een vet coole statement met je look. De volgende schoen is die van Ellen. En Ellen heeft het perfecte enkellaarsje ontworpen met een glitterstof. Een soort van sokschoen, natuurlijk de trend van het moment. En bij deze schoen dacht ik aan een hele sophisticated look. Een zwarte broek die heel comfortabel zit, maar er heel chic uitziet. De onderkant heeft de vibe van een mermaid, wat natuurlijk al heel gezellig klinkt. En een kanten witte top is altijd goed. Daarbij een gezellige rode baret, want dat is de trend van het moment. En die wil je niet missen natuurlijk. De volgende schoen is die van Fleur. Dat is ook een enkellaars met een veter achterin. Ik voelde hier wel bij een jeans, wat ik zelf eigenlijk nooit aan heb. Maar wat ik zo tof vond met dit laarsje, toen we ook de shoot deden, is dat als je de broek omrolt, dat het dan dat laarsje goed tot z'n recht komt. En met een jeans past het gewoon goed bij elkaar. Stijl hem gewoon af met een stoer leerjasje. Kan zwart zijn, kan rood zijn. Nou, dan ben je eigenlijk al ready to go. En dan zijn we weer aangekomen bij de laatste schoen van de collectie. En dat is die van Crystal. Crystal heeft ook een zwart enkellaarsje ontworpen, maar dan van leer. Daarop een ruffle die helemaal doorloopt tot de voorkant. En hoe leuk is het om die ruffle trend door te trekken in je look? Dus vandaar dat ik heb gekozen voor een zwart kanten topje met mouwen met heel veel roesjes eraan vast. Eigenlijk kunnen alle broeken of rokjes erbij, maar ik vond het heel gezellig om deze flared legging erbij te combineren. Rood en zwart maakt het sowieso wel wat meer contrast en wat ik al eerder had gezegd, daar hou ik van. Dus vandaar is het de look geworden voor de kristallaars. Dit waren alweer de 9 looks met de Fashion Chick Sascha collectie. Ik ben heel benieuwd welke look jij het allerleukst vond. Laat vooral ook even weten hoe jij jouw Sascha Fashion Chick schoen combineert. Dat kan je doen met de hashtag SaschaXFashionChick. En tag ons meteen ook eventjes, dan kunnen wij lekker meegenieten met hoe jij jouw looks stelt en combineert. Vergeet ook hieronder even geen reactie achter te laten. Klik op het duimpje als je het heel leuk vindt. Vergeet niet te abonneren, want dan mis je helemaal niks meer. En dan zie ik jou weer bij de volgende video.
Doei!